Welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een creepypasta voor jullie. Deze keer gaat het over The Smiling Man. Laten we beginnen. Ongeveer 5 jaar geleden woon ik in een grote stad in Nederland. Ik ben altijd al een nachtpersoon geweest. Daardoor was ik vaak verveeld als mijn huisgenoot, die duidelijk geen nachtpersoon was, vroeg ging slapen. Om de tijd te doden en mijn huisgenoot niet wakker te maken, ging ik 's nachts vaak wandelen om mijn gedachten opzij te zetten. Ik deed het al zo'n 4 jaar, alleen 's nachts over straat lopen. En nog nooit was ik lastiggevallen of bang geweest. Ik grapte vaak met mijn huisgenoot dat zelfs de drugsdealers in mijn stad vriendelijk waren. Dit veranderde op één avond allemaal binnen een paar minuten. Het was woensdag, rond 1 of 2 in de ochtend. En ik liep rond in het park wat aan mijn appartementencomplex grensde. Het was een rustige avond met maar weinig verkeer op de weg. En bijna geen enkele voetganger. Het park zelf was compleet verlaten toen ik er doorheen liep. Ik draaide net om terug te lopen naar mijn appartement. Toen ik hem voor het eerst zag. Aan het einde van de straat aan mijn kant van de weg zag ik het silhouet van een man die aan het dansen was. Het was een vreemde dans, meer een soort wals. Om de zoveel seconden zette de man een stap naar voren. Ik denk dat je wel kan zeggen dat hij al danslopend op mij afkwam. Hij is waarschijnlijk dronken, dacht ik. Ik ga zo dicht mogelijk aan de kant van de weg lopen om hem alle ruimte te geven om mij te passeren. Hoe dichterbij de man kwam, hoe meer ik realiseerde hoe sierlijk hij bewoog. Hij was erg lang en slungerig en hij droeg een oud pak. Hij kwam steeds dichterbij en in het licht van een straatlantaarn kon ik zijn gezicht zien. Zijn ogen waren wijd open, zijn hoofd hing achterover gebogen waardoor hij strak omhoog aan het kijken was. Zijn mond had een pijnlijk grote cartoonachtige lach. Toen ik zijn gezicht zag, besloot ik snel de straat over te steken voordat hij nog dichterbij kwam. Ik keek tijdens het oversteken van de straat of er verkeer aan kwam en lette even niet op de man. Eenmaal overgestoken keek ik terug naar de overkant om te zien of de man doorgelopen was. Ik stond verstijfd van angst toen ik zag dat de man perfect parallel aan mij stond, met 1 voet al op de straat. Hij stond recht tegenover me, maar hij keek nog steeds naar boven, met die vreemde lach. Ik was compleet ontdaan door zijn gedrag en besloot snel door te lopen, terwijl ik de man in mijn zicht hield. Maar hij bewoog niet. Pas toen ik een hele straatlengte tussen mij en de man afgelegd had, draaide ik mijn blik van hem af, om niet te struikelen over de stoeprand. Ik was nog steeds redelijk in shock door de man en keek snel terug of ik hem nog zag staan. Maar hij was weg. Voor een kort moment voelde ik een enorme opluchting, tot ik hem weer opmerkte. Hij was de straat overgestoken. Hij leek nu een soort van gebukt. Ik kon er niet zeker zeggen door de afstand tussen mij en de man, maar ik was er zeker van dat hij mijn kant op gericht was. Ik had niet langer dan 5 seconden van de man weggekeken, dus het werd me duidelijk dat hij enorm snel was. Ik was zo geschrokken dat ik daar maar stond, te kijken naar hem. Toen begon hij weer te bewegen, richting mij. Hij nam extreem grote overdreven stappen, alsof hij een stripfiguur was die iemand ging besluipen. Alleen deed hij dat wel enorm snel. Ik zou willen zeggen dat ik op dit punt wegrende en de pepperspray en mobiel uit mijn zak haalde, maar dat deed ik niet. Ik stond daar maar, compleet bevroren van angst, terwijl de man steeds sneller dichterbij kwam. Hij stopte weer. Deze keer een autolengte van mij vandaan, nog steeds lachend en nog steeds naar boven kijkend. Toen ik eindelijk mijn stem terugvond, wilde ik het eerste zeggen wat in me opkwam. Ik wilde vragen wat de man wilde, in een boze, commanderende toon. Maar alles wat ik wist te produceren was een zielige... Wat? Ongeacht of mensen angst kunnen ruiken, kunnen ze het zeker horen. Zelfs ik hoorde het in mijn eigen stem en dat maakte me alleen maar banger. Maar de man reageerde niet. Hij bleef daar maar lachend staan. Toen, na wat een eeuwigheid leek te duren, draaide hij zich langzaam om en dan liep hij weg. Ik wilde er zeker van zijn dat hij wegliep, dus bleef ik hem nastaren tot hij bijna uit het zicht verdwenen was. Toen viel me iets op. De schaduw van de man in de verte werd niet meer kleiner, maar juist groter. En ik zag hoe de man in de verte op mij afgerend kwam. Deze keer wist ik het zeker, dat ik moest maken dat ik wegkwam en ik begon ook te rennen. Ik rende tot ik bij een iets drukkere hoofdweg aankwam waar de straatverlichting beter was. Snel draaide ik me om te zien of ik nog gevolgd werd, maar de man was nergens te bekennen. De rest van de reis naar huis bleef ik achterom kijken,
verwachtend dat hij daar weer zou staan. Maar hij kwam niet meer opdagen. Ik heb 6 maanden lang in de stad gewoond, maar na die nacht ben ik nooit meer 's avonds naar buiten gegaan om een rondje te lopen. Zijn vreemde gezicht zal voor altijd bij mij blijven. Hij leek niet dronken of aan de drugs, maar gewoon heel erg gestoord. En dat was zeer, zeer beangstigend. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.